heel erg welkom op dit alweer fantastisch aangeklede terrein. Jullie zijn aangekomen met mooie muziek van Excelsior en begeleid door de koetsen. Het is prachtig dat jullie er allemaal zijn. Het is een mooie dag vandaag. We staan hier op de belt van de prachtige Lonneke Molen. Molen uit 1851. Heel oud, maar nog steeds springlevend. Het is een feestelijke dag, omdat het vandaag de dag is van het oogstfeest. Dat hebben we ieder jaar. We beginnen met een eucharistieviering in het dorp. En dan komt alles in optocht hier naartoe met aanspanningen en koetsen en oude trekkers. Er worden demonstraties gegeven en voor de innerlijke mens wordt natuurlijk ook gezorgd. Het is vandaag extra bijzonder omdat we dit jaar genomineerd zijn voor de Vriendenloterij Molenprijs 2023. Als wij die prijs winnen, dan verdienen we een ton en met die ton kunnen wij een nieuw educatiecentrum bouwen. En dat educatiecentrum is nodig omdat we ieder jaar 1000 schoolkinderen ontvangen op de molen. We hebben een educatieteam en die vertellen de kinderen waar hun dagelijks brood vandaan komt. De molen is natuurlijk een werktuig. Hij wordt ook nog steeds gebruikt om graan te malen tot meel. Daar maken wij producten van die we dan weer in de winkel verkopen. Hoe dat gaat, dat kan onze jonge molenaar Remco prima uitleggen. Beetje geholpen hier en daar door misschien de molenaar Frank. Wij zijn een opleidingsmolen, dus we hebben verschillende jonge molenaars in opleiding. We gaan nu even naar binnen om te horen hoe het allemaal gaat. Ah, Frank, lekker aan het werk. Ja, zeker Geert-Jan. Ik heb de lading voor de bakker weer klaar. En dan kan het naar beneden en dan kunnen ze lekker brood bakken. We malen in deze molen nog zelf. Deze molen is helemaal maalvaardig. We hebben één steenkoppel die op een elektromotor aangestuurd wordt voor productie. Het meel wat gemalen is, is van ontzettend mooie kwaliteit. En de bakker heeft nooit klachten over ons meel. En we doen dit gewoon natuurlijk om die molen in stand te houden. Die molen is gebouwd in 1851. Het is een ronde stenen koren beltmolen, rietgedekt. En is er maar één van in Nederland. En dan durf ik bijna te zeggen één ter wereld. Dit is de steenzolder van de molen. Hiernaast mij bevindt zich de steenkraan. Deze kunnen wij gebruiken om de molenstenen op te pakken. Om dan weer de groeven van de stenen kunnen te scherpen. Hiernaast mij bevinden zich twee maalstoelen. Deze maalstoel aan deze kant wordt gebruikt om elektrisch te malen. Dat is helaas in verband met de hoeveelheid bomen we hebben rond deze molen, want die houden al onze wind tegen. Wanneer er een goed moment is, kunnen we met deze maalstoel kunnen nog gelukkig op de wind malen. En de volgorde gaat als volgende. Wanneer de wieken beginnen te draaien van de molen, zou het de bovenwiel aandrijven. Dan zou de steen beginnen te draaien. Dan gooien we als volgende al het graan hier bovenin. Dan gaat het via de schuddebak naar beneden. De schuddebak krijgt zijn naam door de steenspil. Die heeft een vierkante vorm hier beneden. En wanneer die begint te draaien, zou deze bak beginnen te schudden. En hoe harder die schudt, hoe meer graan er in het midden van het gat naar beneden zal vallen. Doordat de steen heel hard ronddraait, zal het graan ertussen worden gezogen. En hoe verder het graan naar buiten komt, dan zal het ook steeds fijner gemalen worden. Hebben jullie allemaal al gestemd? Het wordt tijd dat jullie de mobiele telefoon uit de zak halen en dat jullie de stem uitbrengen op de Lonneke Molen.